Dat kan niet? Ja. Oké. Hallo. Nou, dit wordt hem weer. Nee. Heel goed. Laten we gaan. Nee, wordt hem niet. Wordt hem gewoon niet. Goedemorgen allemaal. We zijn hier in Barcelona, vlakbij Barcelona. Santa Susana heet het hier. Vorig jaar zijn we hier ook geweest en eigenlijk gaan we pas over een paar dagen gaan we beginnen met de zomertour, waar we de start doen in Sofia het kinderziekenhuis. Maar ja, we hebben een soort aflevering 0 die we maar even moeten maken, want we zijn officieel nog niet begonnen, maar we zijn even heel snel ingevlogen hier om tijdens de artiestenweek samen met een heleboel bekende artiesten, Wolter Kroes, Peter Beense, Frans Duits, Koos Albers, nou noem ze allemaal maar op. Die komen allemaal nog voorbij en een heleboel vrienden van mij waren hier ook gezellig. Dus ja, dit is aflevering 0. Ik zou zeggen, heel kort, maar kijk er maar even naar. Dus weer, wat zo veel, want dan ben jij die laatste lach. Kleine jongen. Hey Kobi, met Jason. Ja, hoi. Hallo. Ja, ik bel je vanuit Spanje, ja. Ja, dat is apart, hè? Ja, geen kazonnetje en hier giet het. Ja, lekker hè. Nou ja, we zijn even een soort. Ja, we zijn eigenlijk stiekem bezig met een soort pre-zomertour, zeg maar. Kijk, we gaan natuurlijk 6 juli gaan we natuurlijk starten, hè, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis, ja? Ja, maar we hebben ook, zoals jij weet, we hebben ook bij deze 4 dagen even 100 apen meegenomen om ze te verkopen hier voor jullie natuurlijk, hè. En je wordt ook opgenomen op dit moment, zoals je vorig jaar ook bent gedaan. Dan ben je eigenlijk een klein beetje verrast, maar ik ga je gewoon weer verrassen. Want in 1 dag zijn alle 100 apen verkocht. Alle 100 in 1 dag? In 1 dag. Alle 100 zijn ze. In een uur waren ze alle 100 weg. In een uur? Alle 100? Nee, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Ik heb eigenlijk nog een beetje beter nieuws. De vraag is, kunnen jullie aankomende maandag bij Solmar Tours 200 apen afleveren met de daarbij behorende geschriften? Want ze willen er nog 200 bij hebben hier. Dat nou ben ik niet verschil. 200 apen maandag met Solmar. Dus we hebben echt, we komen eigenlijk heel erg apen tekort.